En dan niet te geloven, ik zit gewoon in de pop daar. Of, terwijl het lijkt wel alsof ik in misschien wel Papua Nieuw-Guinea zit. Met Tilly. Was dat wel waar? Tilly. Nog één keer je achternaam. Ik ben het weer kwijt. Kai Seppo. Tilly Kai Seppo. Ja. Tilly komt uit een grote Papua-familie, toch? Hoeveel kinderen hadden jouw ouders? 10 kinderen. 10 kinderen? Ja, we zijn met 10 kinderen. En helaas is 1 broer overleden, dus we zijn nu met z'n 9 over. Ja. En kleinkinderen, achterkleinkinderen. En je ouders? Mijn ouders zijn overleden. Die zijn overleden en die zijn begraven hier in Delft, in Iepenhof. Ja, ja. 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 En jij bent geboren in Nieuw-Guinea? Ik ben geboren op het eiland Biak in Nieuw-Guinea, op het plaatsje Corrido. En dat staat ook op mijn paspoort. Corrido. Dus niet op het vasteland, op een eilandje? Op een eilandje, ja. Ja. En hoe groot was zo'n eiland dan? Oh joh. Ik weet niet eens of ik het met Texel of Terschelling of met welk eiland moet vergelijken. Daarvoor ben ik gewoon veel te lang in Delft, ja, denk ik. En tot welke leeftijd heb je daar gewoond? Toen de... tot mijn 11e. Oh ja. Ja. Dat was in de jaren 60, toen de meeste Papoeas, tenminste de Nederlandse regering had een 40 of 50 Papoea-gezinnen naar Nederland laten komen tijdelijk. En daar waren wij één van die, ja, families. Tijdelijk voor 7 jaar. Nou ja, nu kan je dus 50 jaar bij je optellen. Tijdelijk voor 7 jaar was de bedoeling? Dat was de bedoeling. En wat was daar het nut van? Dat heeft allemaal te maken met toentertijd in de jaren 60. De geopolitiek van de jaren 60. Dat toentertijd het communisme zo heel erg opkomt en dat de wereldmachten toen zo met elkaar aan het vechten was van, ja, wie de baas moet zijn en zo. Ja. En Amerika was toentertijd de baas, misschien nu nog. Maar door die verhoudingen, die machtsverhoudingen, dat gevecht, werden wij uit Nieuw-Guinea, West-Nieuw-Guinea, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, eigenlijk nu naar de hand bekeken, eigenlijk opgeofferd in die periode. Waardoor toen wij in de jaren 60 naar Nederland kwamen, werd met de belofte dat in 69 een referendum zou komen, verkiezingen. Dan mochten de Papoea zelf gaan kiezen wat ze willen. Of nog steeds onder Nederland, of met onder Indonesië, of onafhankelijk. Helemaal Papoea, 100% Merdeka, zoals mijn vader dat altijd zegt. Merdeka 100%. Nou, we waren in Nederland, in Delft neergestreken, de strijd gaat voor, mijn vader voorop. En in 1969, dat die verkiezingen zouden komen, referendum zou plaatsvinden, dat heeft dus niet plaatsgevonden. En dat heeft onder auspiciën zelfs van de Verenigde Naties in New York. Dus het is zo, al de hoogste organisaties gaat erover, Verenigde Naties, Nederlandse regering, Indonesische regering, regering, die gaan over het lot van het Papoea-volk. Nou ja, uiteindelijk is nu wel duidelijk in die 50 jaar, we zijn gewoon opgeofferd voor de economie van sowieso Nederland toen. Omdat toen Sukarno de Nederlanders eruit schopte, heeft hij al die Nederlandse bedrijven genationaliseerd. Dus dat doet zeer. Dus dat moet toch ooit een keer terugkomen. Ja, Papoea Nieuw-Guinea bestaat uit 2 delen, ja, West en Oost. En het Oosten zat altijd bij Australië. Ja, je had in die periode, in de koloniale tijd, had je dus een koloniale grens door heel dat eiland Nieuw-Guinea. Ja. En die koloniale grens is gewoon één rechte lijn getrokken. Ja. En het oostelijke gedeelte worden dus later, eerst door andere landen, maar later door Australisch Nieuw-Guinea. En ons gedeelte is Nederlands Nieuw-Guinea. Ja. En dat is onze eigen geschiedenis, Nederlands Nieuw-Guinea. We waren 12,5 jaar Nederlands Nieuw-Guinea geweest. Ja. Terwijl de Nederlanders al weg zijn uit Indonesië, want Indonesië was al onafhankelijk. Dus ja, die hebben daar niks meer te zoeken. Ja. Maar in Nederlands Nieuw-Guinea, nou, dat was een stukje Holland in de Pacific. En helaas voor ons volk, Papoea en land, zijn we overgedragen, is dat verkwanseld, ja, gegeven aan Indonesië. Waardoor ons volk nu tot de dag van vandaag vermoord wordt om
als je onafhankelijk wil zijn voor die strijd. Ja. Ben je nog wel eens terug geweest dan? Nee. Niet meer? Dat kan niet? Nee. Nou, dat zou mogen, maar dat is gewoon een principe kwestie. Okay, mijn vader heeft gewoon gestreden voor een onafhankelijke West-Papua. 100%, daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En uiteindelijk toen hij zag dat het niet... Hij zag al die politieke ontwikkeling in de wereld, dan gaat het niet gebeuren. Hij heeft zijn principes meegenomen het graf in. Ja, okay. Dus als hij dat heeft gedaan, nou, dan ben je als kind die altijd in die strijd hebt moeten meestrijden. Dat ga ik niet doen. Dat mijn vader zijn principes heeft meegenomen, mijn moeder ook. Ja. En dan ga ik vrolijk met vakantie naar mijn land, dat doe ik niet. Want die is nog steeds onder Indonesische regime. Ja. Hey, en heb je nog wel herinneringen aan die eerste 11 jaar op dat eiland? Dat staat op mijn netvlies. Ja. Als je mij zo oppakt en je zet me neer in midden in de wijk, weet ik precies welke tante waar woont, kinderen die het Chinees, dat. Ja, weet ik. Weet ik zo te vinden. Zet me neer zo en ik kan het zo vinden. Je woont in een soort stadje of een dorp? In de hoofdstad, Hollandia. En dat is... Ja, maar dat is niet op dat eiland, toch? Ja, dat is op het eiland. Dat is op dat eiland. Ja, dus als je die kaart... Hoofdstad van Nederlands Nieuw-Guinea was toen der tijd Hollandia. Ik ben in Corrido geboren op het eiland Biak. Ja. Maar mijn vader kreeg een functie in Hollandia. Dus daar moest hij toen met zijn gezin verhuizen naar Hollandia. Oh. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Dus jij bent eigenlijk een stads... meisje dan. Ja, ik heb echt zo spijt dat ik nooit in een dorp heb gewoond. Dat ik echt weet hoe een dorpsleven is. Ja. Dat vind ik zo erg. Maar dat haal ik in met hier in Delft. Want Delft is ook soms net een dorp. Maar hoe kan je iets vertellen van hoe zag dat Hollandia eruit in die tijd? Dat was in aanbouw. Dus ze zijn het gewoon aan het ontwikkelen. Al die Nederlandse bouwbedrijven en Philips en alles en iedereen wat in Nederland is, is daar ook in Nieuw-Guinea. Eén keer per maand komt er een grote boot uit Nieuw-Guinea met allemaal spullen, eten, drinken, weet ik wat die Hollanders allemaal voor hun lekker is. Dat wordt gebracht. Het is gewoon echt vrede, vrijheid. Je leeft gewoon heerlijk vrij. Ja. Echt vrij in je eigen land. Ja, je bent wel een kolonie van Nederland. Maar het is jouw land. De Nederlanders komen en zeggen wat je allemaal moet doen. Natuurlijk doe je sommige dingen doe je wel, maar het is jouw land. Dus wat ga je jezelf beperken? Ja. En daar ging je ook naar school dan? Ja, daar ging je naar school. En wat leerde jij daar gelijk Nederlands? Of hadden jullie eigen taal? Wij hebben onze eigen taal en onze eigen taal is het Biaks. Biaks, als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van hoe gaat het, dan zeggen de Biakers raarzo. Beraarzo. Maar in het Maleis zeggen ze apakabar bagmana. Maar in het Nederlands... Dus onze eigen taal is het Biaks, maar de voertaal is Maleis. In mijn tijd, in onze tijd. Geen Bahasa Indonesië wat nu is, want die spreek ik niet eens. Nee. En omdat de Nederlanders de baas waren, moesten wij Nederlands leren in onze lagere school. En dat kregen we pas, als ik me goed herinner, in de derde klas. Ja, in de derde klas en vierde klas krijg je een Hollandse meester of juf. Maar de eerste twee klassen zijn of een Indische of ja, in ieder geval geen Nederlanders. Ja. En die krijg je pas met de derde, vierde klas tot het einde toe. En dan leer je Nederlands. Ja. Dus wij spraken al Nederlands toentertijd in Nieuw-Guinea. Ja. Nou, dat was jaren... Ik zat daar 56, 57 op de lagere school. Dus in die tijd moesten we Nederlands leren. Alles wordt een Nederlandse les gegeven. Alles moest in het Nederlands. En dat was een omgekeerde situatie, want we leerden Nederlands, daar zijn we zo trots op, maar met welke Nederlanders moesten we praten? Ja, die waren er niet. Die waren er niet. Die zijn er wel, maar die mengen er niet met gewone volk. Dat zijn wij, daar ga je niet mee om. Jij bent de baas daar, dus je moet je ook zo gedragen. Ja. Dus er is een afstand. En wat voor een rol of functie had jouw vader daar dan, op dat moment? Op dat moment was hij... vicevoorzitter van de Nieuw-Guinea. Op dat moment toen werkte hij voor de dat hij daar naartoe. Wat ik kan herinneren is wat ik altijd weet is voorlichtingsdienst. Dus hij moet
helpen met voorlichting geven overal. Dan, dan weet ik, kan ik herinneren in die tijd. Dan moeten ze op stap gaan, het land in. En dan gaat hij met al die Nederlandse ambtenaren of onderzoekers, of ik weet niet wat voor club het is, allemaal met. En dan gaat hij mee om dus die in-between te zijn tussen de Papua's en de Nederlanders, zeg maar. Ja, hij ging dus echt het grote land in. Ja, hij ging zeker het grote land in. Echt. Ja. Sommige plekken, daar is echt nog niemand geweest. En dan moeten ze echt letterlijk met kapmes en alles zo naar binnen gaan. Ja, ja. En echt volk wat, ja, sowieso. En daar spraken ze weer een andere taal waarschijnlijk ook. Ja, ja. Heel veel talen wordt in Nieuw-Guinea gesproken. Ja. Ik eerlijk gezegd, weet ik niet precies hoeveel. Dan hoor je mensen zeggen 200, dan weer 800. Nou, ik geloof het. Ja, ja. Want in de hoofdstad zelf waar wij woonden, als ik dan terugdenk, en in één hoofdstad, heb je zo al misschien wel 10 verschillende talen in één stad. Ja. En het zijn allemaal Papoeas, ja. Maar als die allemaal hun eigen taal beginnen te praten, dan verstaan je ze gewoon, verstaan we elkaar niet. Maar het Maleis, dat verstaan we allemaal. Ja. Oké, toen was je 11 en dat was in welk jaar? Dat was in 1961. Toen kwam je hier in Delft? Ja, toen moesten mijn moeder en de kinderen, wij moesten dus naar Nederland toe. Dat was een van de laatste KLM-vliegtuigen die het eiland nog kunnen verlaten. Met militairen ook, sommigen die een burger mee terugvliegen. Iedereen moest zo snel mogelijk het eiland verlaten voordat hij op slot gaat, voordat de Indonesiërs komen, dan mag het niet meer. Ja. Dus in 1961, een van de laatsten, waren wij. En toen kwamen we op 11 oktober 1962, kwamen wij aan in een oude Schiphol. Wat ik kan herinneren is dat wij eruit stapten en dan moesten we allemaal in een busje. Waar je zo kon vasthouden, elkaar vasthouden. En dan word je van het vliegtuig naar de aankomsthal gereden. Ja. En daar was een familie die er al waren, kennen ze om ons te ontvangen. En de Nederlandse regering, zo zeg ik dan maar kort, die hebben toen soort grote lange taxis. Een beetje die formaat van een limousine of zo. Ja, waar je grote familie erin kan met al die koffers en toestanden. Ja. Twee van die wagens, zwart. En die hebben ons toen gebracht naar Scheveningen. En daar moesten we tijdelijk in een pension. Oh ja. Omdat mijn vader nog niet had gekozen van welke stad hij wil wonen. Maar dan mocht hij kiezen? Ja, dan mocht hij kiezen waar hij naartoe wil. Waarom koos hij voor Delft? Dat heb ik hem nooit gevraagd. Oh. Ik heb hem nooit gevraagd waarom hij voor Delft heeft gekozen. Misschien dat hij die afstand met Den Haag wil houden. Ja. Omdat hij heel vaak voor de strijd naar Den Haag moest om eventjes te zeggen van dit en dat en zo en zo. Dus misschien hoor, dat is mijn gedachte. Ja. Ik weet het niet, ik heb hem nooit gevraagd. Ja. Maar ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. En waar ging je wonen in Delft? In Delft gingen wij wonen op 1 februari 1963... Winter, hè? Winter 62, 63. Nou, we werden goed ingewijd. Toen kwamen wij in Phoenixstraat nummer 46. Daar kwamen wij te wonen. Pal naast dat ijzeren hek waar je zo naar de Prinsenhof gaat. Oh ja. Daar, het eerste huis. Er waren 3 panden. De nummer 46, daar gingen wij wonen. En nummer 48 was een kantoor van de Hervormde Kerk of zo. SMRA. Vraag me niet waarvoor staat. En daarnaast woonde familie van de Berg, van Jan van de Berg, van die Bejaardier toen de tijd in de Nieuwe Kerk. Ja, ja, ja. Die woonden daar. Oh, ja. En, ja. En daarnaast had je zo'n soort kerk. En dan had je de Schoolstraat. Dus in dat stukje hebben we gewoond. En, ja, maar dat bestaat niet meer, hè, dat rijtje. Nee. Het is de Kamer van Koophandel geworden en daarna is het, nu is het weer wat anders. Ja, dat, dat is wel jammer dat ze dat toen hebben gedaan om daar een gebouw neer te zetten. Ja. Want dan had je dat zicht op de Prinsenhof niet. Ja. Als dat nou weg was, dan kunnen de toeristen in de tram al gelijk zien waar ze moeten zijn. Daar is de Prinsenhof zichtbaar. Ja. Maar nee, ja, jammer. Ja. Goed, toen was je in Delft. Ja. En je bent naar school gegaan hier. En, ja, mijn lagere school was toen, dan moesten we gekozen. Dus bij de Prinses Marijke school heb ik de 6e klas. Want ik kwam vanuit Nieuw-Guinea, daar zat ik al in de 6e klas. Dus hier ben ik naar zo ingedeeld in de 6e klas. En dat was toen de Prinses Marijke school in de Slingelandstraat, geloof ik. Nummer 4, als ik me niet vergis. En daar begon mijn
tijd in Delft. In Nieuw-Guinea mogen wij niet, hebben we geen Nederlanders om mee om te gaan. Ja. En dan kom je in Nederland en dan kan het. Ja. Nou, dat kan gewoon niet. Ja. Dat wil er niet in. Dus ik heb in die zesde klas heb ik alleen maar naar die Hollandse kinderen zitten kijken. Zo naar mij. En hoe vonden ze jou? Geen idee, ja. In die tijd dat wij er kwamen, waren een van de eerste bruine families of zwarte families, ja, hoe je het noemen wil. Dus wij waren gewoon, denk ik, een bezienswaardigheid, ja, of zo. Ja. Dus dat was gewoon heel leuk. En het was ook heel leuk. Voor ons was het ook heel leuk, want Delft was toen ook heel anders. Ja. De Delftenaren van toen, die nu zo'n beetje, mijn vaders leeftijd of mijn ouders, de eerste generatie, veel zijn er niet meer, maar de kinderen daarvan. Wij zijn allemaal nog in Delft, her en der verdeeld, maar van die tijd kennen we elkaar hoe normaal het was dat je voor elkaar klaarstaat, dat je voor elkaar overstaat, je elkaar helpt. Ja. Dat was zo normaal. Ja. En welk vak ging je doen? Ik ging de zesde klas in Delft, maar omdat mijn vader had gekozen voor een gereformeerde kerk vrijgemaakt, moesten wij naar vrijgemaakte scholen. Want in die tijd was je allemaal ieder zijn eigen leerrichting. Dus toen moesten wij na de zomervakantie, de nieuwe schooljaar, moest ik dus die zesde klas overdoen, maar dan bij een gereformeerd lagere school in Rijswijk, Karel Doormanlaan. Daar heb ik mijn zesde klas goed afgemaakt, want dan gaan ze kijken ook, checken weer, is je Nederlands goed, kan je rekenen, kan je dit, want ja, je komt uit ver weg is dan, West-Nieuw-Guinea, ja, Papoeland, wat weet je allemaal. Ja, maar goed, je bent op den duur bij een beroep gaan doen, denk ik ook. Ik ben daar, na de basisschool ben ik naar gereformeerd lyceum in Rotterdam. Ja. Nou, echt. Maar dat heb allemaal mijn vader voor gekozen, hè? Ja, ja. Want als kind ga je daar niet over. Ja. Dat wordt gewoon voor jou besloten. Nou, dan zit ik daar. En ze zeggen gewoon, daar is het station, stap in de trein. In Rotterdam Centraal ga je eruit. Daar is de tram, stap erin, blijf zitten tot het eindpunt. En dan ga je lopen. En je ging gewoon. En ik ging gewoon. Ja. Zo'n kind brengen, was ik. Nee. Zoek het zelf maar uit. Ja, dat is begonnen met mijn eerste klas in Nieuw-Guinea al. Ja. Mijn moeder zat onder die citrusboom hadden wij. En ik moest naar de eerste klas. 5, 6 jaar was ik toen. Ze zegt gewoon, loop maar even zo die kant op. En ga maar alsmaar rechtdoor. Rechtdoor. Je ziet vanzelf wel die school. Zo ben ik naar school gegaan, mijn eerste schooldag. Ja. En ben ik gegaan. En allemaal kinderen onder die kapotboom. Het is tropen allemaal buiten. Iedere meester, juffrouw gaat de kinderen binnenhalen. Toen bleef er één kind over. Moi. En ik denk, oké. Okay. En die hoofd van de school die keek op de lijst, wie is dat kind? Gelukkig is een overbuurman die stond daar. Die zei, hé, dat is de dochter van Kashepo. Oh, kom maar binnen. Toen werd ik ingedeeld. Dus de rode draad is denk ik nu. Zo ging het maar. Zo ging het maar. Ja, je moet zoeken het zelf maar uit. Zoek het uit. Nou, dat heb je aardig voor elkaar gekregen, toch? Maar goed, welk beroep ging je doen? Ik zou naar verpleging gaan, maar toen mijn zus die zat erop en toen die had over doden afleggen, toen dacht ik, oh, we komen uit Nieuw-Guinea en we zijn nog steeds in die, dus dat ga ik maar niet doen. Toen heb ik de kapperschool gedaan. Dameskapperschool, en die had je niet in Delft toen der tijd, dus toen moest ik naar Den Haag. Nou, toen ging ik naar Den Haag en samen met een vriendin zaten we in die klas. Die theorie, dat was zo je hebt een lyceum gehad en die theorie was zo vervelend. Het kost zoveel tijd, vind ik zonde. Maar de praktijk moesten we wel halen. Dus we hebben gevraagd aan die juffrouw, mogen wij twee alsjeblieft in één jaar doen, dat dameskappen, dus niet in tweeën. Ja, nou, over gesproken, dat mag. Maar als jullie het niet halen, is jullie eigen schuld. Is prima, die risico nemen we. En we hebben het allebei gered in één jaar. Dus kapperschool. En toen, maar tijdens de kapperschool moest je toen, zat ik in het leerlingstelsel, moest je 4 dagen werken, 1 dag naar school. En dat was in Den Haag. En ik heb 4 dagen gewerkt bij dameskapsalon Wesseling in Den Haag. In de Groothertoginnenlaan. Wesseling? Ja, Wesseling. Ja. En daar heb ik dus mijn praktijk gehad en zo. En daar heb ik gewerkt. En daarna
in Delft bij Minus. Ja. Ik heb nog een poosje bij Minus op het Voorsingel. Ja, ja. Ja, zonder afspraak in je binnenlopen. Ja. Ja. En kapperschool en later heb de kapperschool gedaan. En oh, je doet zoveel dingen ertussendoor. En maar bezig blijven gewoon. Leuke dingen ontdekken of doen. Ja. En toen ben ik terechtgekomen later in, bij het ISA. ISA is het Instituut voor Ziektekostenverzekering voor ambtenaren. Alleen voor ambtenaren. En die zaten in de Nieuwe Plantage en later zijn ze naar Tandhof gegaan. Dat gebouw wordt nu zo'n beetje afgebroken. Het ISA bij de verzekering. Nou, en daar zat ik zo'n beetje kapot te gaan. Daar zat ik echt dood te gaan. Want dat is gewoon alles is met computer. Alles, maar dan ook alles. Nou, ik heb het volgehouden, maar nee, dit ging niet worden. Met iedereen was gewoon gezellig, leuk, geweldig. Maar dat werk, dat vind ik zo geestdodend. Dat kon niet, past er niet bij mij, nee, denk ik. Toen ben je weggegaan. Toen, heb ik een gesprek gehad. En eerlijk gezegd heb ik mijn eigen ontslag aangepraat. En ik stond die dag ook gelijk op. En ik zei, ik ben weg. Want dit, hier ga ik gewoon als mens, ga ik dood hier. Dat zeg ik natuurlijk niet, maar dat gevoel. Van, oh, deze mensen hebben niks aan mij. Ik kan niks toevoegen aan dit hele alles. Ja. Dus toen ben ik ermee opgehouden daarmee. En doordat ik door... ik heb een krantenartikel gelezen. Vrouwen tussen zoveel zo leeftijd. Die konden via arbeidsbureau zo'n soort oriënterende cursus doen. Dus toen had ik zoiets van, nou Til, doe het nu. Dus ik ben gegaan. En uit die cursus is gebleken dat die dames docenten hadden bedacht dat ik in het onderwijs moet. Want ik was er helemaal geschikt voor en dit en dat, zus en zo. Ja. Maar ja, ik was toen de tijd natuurlijk al getrouwd, mijn gezin. Dus om die combinatie met die studie, dat gaat hem niet worden. Dus gelukkig hebben ze meegedacht met mij. Toen is het LKC geworden. Leidse Kindercentrum voor in de kinderopvang. Oh, ja. En daar hebben ze mij eigenlijk ontdekt. Want dat moet je van huis uit gewoon zelf doen. Dat is gewoon een taak voor de kinderen zorgen, voor elkaar zorgen. Daar ga je niet voor verdienen. Dat is geen werk. Dat moet je gewoon doen. En nu opeens ga ik naar school voor kinderopvang, om kinderen op te vangen. En daar krijg je geld voor. Nou, het is zo raar. Maar ja. Dat vond je niet kunnen eigenlijk. Ja, dat vond ik zo raar. Mijn collega's zeiden, natuurlijk moet je daar geld voor. Dat is toch werk. Ja. Maar ik denk, dit doen wij thuis. Dat doen we in onze gemeenschap en de familie. Ja, maar dit is Holland. Dus toen heb ik mijn diploma gehaald, heb ik 17 jaar bij Octopus gehad. En ik was voor de kinderdagverblijf, peuterspeelzaal Berend Bootje en later kinderdagverblijf Roesemoes. En nou ja, alles onder Octopus toen de tijd. En 17,5 jaar heb ik in de kinderopvang gezeten. En toen werd Octopus overgenomen door Estro, die... mensen met die durfkapitaal die in Nederland kwamen leegkopen. Dus in die periode waren 3 ontslagrondes. Dus ik zat in de derde ronde. 2 jaar voor drie jaar voordat ik met pensioen ga, werd ik ontslagen. En dan moest ik elke week gaan solliciteren voor werk. Ja. Dus, nou ja, dat op een gegeven ogenblik om een lang verhaal kort te maken. Ik heb al mijn activiteiten, wat ik altijd hier tussendoor heb gedaan, in een plastic tas gedaan. En dan ben ik mee naar de... Heb ik zo voor neergelegd van, alsjeblieft laat me niet solliciteren. Maar dit is wat ik altijd in mijn vrije tijd heb gedaan. Kunt u daarnaar kijken? En laat mij dit dan doen. Misschien ontdekt iemand mij, dan krijg ik baan. Maar dat solliciteren... Ik had werk. U heeft mij ontslagen. En mijn baan gaat naar een jongere iemand. Daar ben ik helemaal voor. Want die hebben een toekomst voor zich. Maar laat mij op mijn oude dag niet solliciteren. Want dat vind ik zo nep. Dat je mij bezig te houden. Ik had werk. Ja. Nou ja, toen zijn ze daarin tegemoet gekomen. Dus zo moet ik iedere keer maar zelf uitvinden. Hè? Gewoon voor jezelf opkomen, uitvinden. Want dat verlegen meisje dat altijd maar gehoorzaam doet wat er... Dan ga je groeien. Je moet een beetje groeien en zelfvertrouwen krijgen. En als je altijd voor de mensen, voor iedereen klaarstaat en wil delen en met elkaar omgaat, wat is er dan fout?
Wat ja. gaat er dan fout? Dus het is... Ja. Maar nu zitten we in jouw tuin. Dat is een initiatief van jou. Dus midden in de Poptaalhof ben jij ja. een... En dat heet niet... Dat heet de Moerstuin. Nee, de Moe. De Moe-tuin. Moe, ja, moederstuin, maar het is Moe, S, tuin. Ja, dus geen moestuin, maar een moederstuin. Ja, dus eigenlijk een moederstuin, want op een gegeven moment moesten we met een naam komen. Dus mijn dochter die zei tegen mijn mam, noem het gewoon moestuin. Je hebt altijd maar over een tuin en tuin, noem het gewoon een moestuin. En toen denk ik, hé, wacht, dit is Nederlands. Je kan Nederlands altijd zo mooi mee spelen, hè? Ja. Dus toen zeg ik, ja, dat doe ik, maar dan niet moestuin. Dat is een beetje te simpel. Gewoon Moe. Komma S tuin. Daar eer ik mijn moeder ook ermee. Ja, want ja. het is mijn moederstuin ja. in Papualand, waar ik mee opgegroeid ben. En dat wou ik gewoon hier neerzetten. Ja. Voorstel gedaan. Want dat doe ik niet natuurlijk. Die grond is niet van mij. Het is van gemeente en alles van woonbron. Maar als bewoner had ik dat idee gegeven. Mijn moederstuin. Om op die manier de meeste toendertijd. We praten over eind jaren 90, 2000. Om toen de tijd al die families die maar binnenbleven, ja. om ze allemaal naar buiten te krijgen. Ja. Want die moestuin heb ik bedacht als communicatiemiddel. Ja. Gewoon als communicatiemiddel. Het is ja. een middel, het is geen doel op zich voor nee. mij. En het was ook noodzaak, want in die periode was Poptaalhof toen een herstructureringswijk. Ja. Dus ze begonnen in Zuid en Troestralanen, begonnen te slopen en alles. Maar... Je herstructureert in een bestaande wijk waar mensen wonen. Zo kan je toch niet met ons omgaan? Dan moeten we toch een plek hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten en zien. En trouwens, je wil die mensen buiten hebben, geef ze een tuin. Ja. Want ze komen heus niet naar die vergaderingen. De helft verstaat het niet eens. Ja. Dus zodoende is het gaan rollen. En uiteindelijk heb projectorganisatie... Rob van Gameren was toen projectleider. En ja. Erwin Zwijnenburg was toen de directeur van Woonbron. Ja. Nou ja, alles bij elkaar was gewoon 1 en 1 is 3. En hoeveel mensen zijn hier nou bezig? Nou, op het ogenblik... Heeft iedereen zijn eigen tuin of is het gemeenschap? Iedereen heeft zijn eigen tuintje. Ja. Oh. Dat is koffie toch? Nee, die. Oh, dat is koffie. Iedereen heeft zijn eigen tuin. Ja. En we zijn volgens mij ook gekomen tot 60 tuintjes. Oh ja. 60, dus sommige mensen, families die van origine, waar toen de tuin openging, 13 april 2005. Ja. Een paar van die families zijn er nog. En dit is zo geliefd. Het is echt, of je gaat dood, dan heb je die tuin niet meer. Of je verhuist. En waar gaan we naartoe verhuizen? Alles is te duur tegenwoordig, dus iedereen blijft hier. Dus de mensen die een tuin hebben, nou, die blijven voor life. Dus er is een wachtlijst? Jaren. Ja? Ja, jaren. Je zou dus nog zo'n tuin kunnen maken eigenlijk hier? Hier in de buurt, ik kan je zo families aanwijzen die allemaal ja, ja. bij mij komen. Voor... Waarom gebeurt dat dan niet? Ja, daar ga ik niet over. Woonbron. Ja, Woonbron. En, dus? Woonbron, kom op, meer tuinen. Woonbron, Woonbron en... ja, ik weet niet van wie de grond is, van Woonbron of van gemeente Delft. Dat weet ik niet. Dus nou, misschien dat de wethouder grondzaken een beetje ja. kan helpen. Ja, dus dat er is wij, gewoon meer behoefte aan tuinen en dat maakt het zo gezellig. Ja, dat maakt ja. het gezellig. Iedereen en het is goed voor de mensen dat ze met elkaar gewoon omgaan. En, dat was de bedoeling, dat was ook mijn idee, dat was ook mijn voorstel als communicatiemiddel. Omdat op die ja. manier alle mensen naar buiten komen, elkaar leren kennen, met elkaar spreken. De een is bang voor de ander, want we komen uit verschillende werelddelen. Ja, ja. Dus mensen die in land van herkomst in oorlog zijn met elkaar. Maar een tuin onderhouden doen we allemaal op dezelfde manier, toch? Tuurlijk, iedereen ja. heeft een tuin. Ja. Dus dan is het gewoon lekker. Dan ga je, ga je gewoon dingen vertellen, ga je praten. Ja. Ik zo mooi om mee te maken hoe mensen dan dwingen om Nederlands te praten. Ja. Want ze zijn zo verlegen omdat ze zijn bang dat ze het dan fout doen. Maakt niet uit, ik heb het ook moeten leren, kom op. En dat is zo leuk. En weet je wat ik dan ook doe? Soms zeker anonu, met veel Syriërs of wie dan ook die een inburgercursus hebben. Als ze dan hier toevallig op de koffie komen. Ja. Dan loop ik met hun door de tuin. Ja. En dan laat ik ze verschillende... kolen of dan lopen ze met pen en papier achter me. Laat ze gewoon zien. Ja. Dit is hoe het heet. Want dan weet je het en dan laat je gewoon zien. Want jouw juffrouw zegt kool, maar in Nederland veel kolen. Rode kool, dat is dit. Spruitjes. Ja, zo weet je. Dus je maakt het zichtbaar en je brengt het in de praktijkleven van de mensen zelf. Dan hebben ze er meer aan dat Nederlands dan.
wat ze op die, ja, wat ik bij sommigen natuurlijk van denk ik, oké. Okay. Wat de slag van Waterloo, wanneer was dat? 1600 of zo? Nou ja, jongens, Stilly, ik zou hier ook gewoon nog 3 dagen kunnen blijven zitten. Te blijven gaan doorpraten, maakt niet uit. Ene verhaal na het andere en... Toch, ja, zeker Tijn. Ik wil jou echt recht uit mijn hart bedanken dat jij de moeite hebt genomen samen met Vivien om bij ons hier in de Poptof te komen bezoeken in nou, de woestijn. Nou, wij moeten jou bedanken en we moeten de Poptof bedanken dat we hier op bezoek mochten. Want ja, ik ben ook zo'n Delftenaar die eigenlijk nooit dat centrum uitkomt en nooit mijn eigen wijk uit. En er zullen er wel meer mensen zijn zoals als ik. En toch, ja, als je het zo kijkt, is het gewoon... ook een hele leuke wijk en het hoort gewoon bij de stad. En we zijn allemaal Delftenaren. En ook hier kan je 1,5 meter afstand houden. Gaat ook. Dus mensen, naar de Poptof. Groetjes, tot de volgende keer.